Via rivieren als de Maas en de Rijn wordt regenwater door ons land afgevoerd naar de zee. Het Leidse centrum wordt al even omarmd door de Oude en de Nieuwe Rijn. Toch hoeven we niet bang te zijn dat de sleutelstad de komende dagen overstroomt. Hoogheemraadschap Rijnlands crisisadviseur Erik van der Linden legt uit waarom dit niet kan gebeuren. Nee, in Leiden hoeven we ons geen zorgen te maken. Daar zit wel een verschil in. Hè. Wij zitten hier onder NAP en we zitten eigenlijk in een badkuip. En als je kijkt in het Maasgebied, ja, zitten ze boven NAP. En eigenlijk op een hellend vlak. En al het water wat in het stroomgebied valt, wat je net eigenlijk aanhaalt, ook in Ardennen, in België, dat komt bij Maastricht eigenlijk Nederland binnen. En ja, het verplaatst zich door Nederland richting zee. Wij zijn eigenlijk niet aangesloten op die grote rivieren, niet direct aangesloten. Dus binnen Leiden hoeven we ons daar geen zorgen te maken. En wat nou als het onverwacht toch gebeurt dat de Rijn uit haar oever treedt? Mocht de rivierstand wel heel hoog kunnen zijn, kunnen wij het gedeelte waar Leiden en Rijnland onder valt, kunnen wij een kering dichtzetten. Dat is de kering aan de Hollandse IJssel. De Algra-kering kan dan dicht en dan zitten we op die piek zitten we even veilig daarachter. Moeten alle campings in Zuid-Holland zich zorgen maken dat jullie ze onder water gaan zetten voor de zekerheid? Nee, dat hoeft absoluut niet. Uiteindelijk klimaatverandering is natuurlijk al de laatste jaren heel duidelijk zichtbaar. Even de laatste 14 dagen, als ik even kijk, Noord-Holland 100 tot 150 mm neerslag gevallen. In de Zwolle 100 mm. Nou, in het stroomgebied, ja, dat zijn wel ongeveer 5 keer zoveel dan de normen die we hebben. Het lijkt net of 2050 nu al is. En ik loop al wat langere tijd mee in het waterschapswereld. En ik zie toch die extreme buien eigenlijk ook de laatste jaren hier al plaatsvinden. Kunnen mensen zelf ook nog wat doen? Om dicht bij huis te beginnen, ja, mensen kunnen daar zelf ook wat aan doen. In het verleden zag je toch dat er ook in de stad en in de tuinen heel veel groen was. En je ziet in de stad dat heel veel grachten dichtgegooid zijn. Ja, de tuinen bestraat zijn. En eigenlijk begint het daar eigenlijk al. Om tegel eruit te halen, plantje erin, meer groen te maken. Wat meer aan de afvoer van je regenpijpen te denken. Tonnen, slimme regenpijpen die alleen maar bij veel water gaan lozen op het oppervlaktewater. Ja, er is dus heel veel te doen. En wij zijn gelukkig, momenteel is Nederland aan het vergroenen. Alleen ja, misschien moet het nog wel sneller en hebben we meer instanties nodig om dat voor elkaar te krijgen.